Een virusscanner beschermt tegen digitale gevaren. Hoewel geen enkele virusscan 100% zekerheid biedt, je kunt eigenlijk niet zonder. Maar is een gratis virusscanner ook goed genoeg? Een virusscanner moet beschermen tegen ongewenste websites en malware. Malware is de verzamelnaam voor virussen en andere kwaadaardige software. Het grootste gevaar momenteel is ransomware, die je bestanden versleutelt en losgeld eist om ze weer te kunnen gebruiken. Ransomware wordt vaak verspreid als bijlage in nepmails of via besmette websites. In onze virusscannertest onderzoeken we hoe goed de software beschermt tegen verschillende malware en kwaadaardige websites. We testen ook of ze virussen tegenhouden waarvoor nog geen antivirus-updates bestaan. Ook bekijken we hoe duidelijk meldingen zijn als er een virus wordt gevonden en of je verwijderde bestanden eenvoudig kunt terugzetten. Tot slot meten we de invloed van de scanner op de prestaties van de computer. In onze test kozen we de goedkoopste versies met virusscanner en firewall. De meeste fabrikanten hebben ook een goedkopere losse scanner. Kies er een die goed presteert op malwarebescherming. Samen met de Windows Firewall ben je nog steeds beter af dan bij een slechter pakket met eigen firewall. Uit onze test blijkt dat gratis virusscanners niet de beste keuze zijn. Bij de belangrijkste taak, het beschermen tegen malware, staan ze vaak onderaan. Net als de ingebouwde scanner van Windows, Defender, houden ze een stuk minder kwaadaardige bestanden en websites tegen dan de beste scanners uit onze test. Gratis versies kennen meer nadelen. Ze promoten vaak de betaalde variant en proberen je internetbrowser en startpagina aan te passen. Ook wordt je surfgedrag opgeslagen en gedeeld met derde partijen. Dus eigenlijk betaal je deels met je eigen privacy. Gelukkig is goede virusbescherming niet altijd duur. Webwinkelprijzen liggen vaak stukken lager dan op de officiële website. Soms wel de helft goedkoper. In onze vergelijker kun je deze lagere prijzen vinden. Google eens op korting en de scannernaam voor actieprijzen van fabrikanten. Check wel of je op een betrouwbare webshop uitkomt. Voor klanten van Ziggo, Access for All en KPN is er nog een alternatief. Een gratis scanner op basis van F-Secure. Die kent minder nadelen dan andere gratis software. Helaas mist een gratis scanner van Ziggo wel bescherming tegen phishing websites. Beveiligingssoftware is belangrijk, maar zorg er wel voor dat je andere zaken ook op orde hebt. Houd al je software up-to-date en gebruik sterke en voor iedere site verschillende wachtwoorden. Open nooit zomaar bestanden en klik nooit zomaar op een link. En maak backups voor als het toch fout gaat. Want als ransomware je bestanden versleutelt en je hebt geen backup, dan ben je alles kwijt. Wil je meer informatie hoe je virussen moet verwijderen en welke scanners het beste presteren? Kijk dan op onze site consumentenbond.nl/virusscanner.